NEC speelt vrijdagavond weer thuis in de eigen Goffert. De vorige speelronde van NEC was er één met alleen maar hoogtepunten. Zo'n weekend is heerlijk toch, trainer? Ja, dat was fantastisch. Overwinning uit bij concurrent. En daarna keek je even naar de stand en zag je dat ook de andere concurrenten punten hadden laten liggen. Dus ja, dat was een topweekend. De tegenstander aankomend weekend is de nummer 2 in de Jupiler League. Wat weten we over Ajax en hoe belangrijk is deze wedstrijd eigenlijk? Nou ja, is uiteindelijk heel belangrijk, hè? Want je kunt ook met Ajax weer een gat slaan. Maar dat is niet zo makkelijk, want ja, ze staan niet voor niks tweede. En het is een team waar heel veel voetbal in zit, echt op de Ajax manier. Dus aan ons is het de taak om dat uit te schakelen en proberen te profiteren van hetgene wat hun laten liggen. Clubwatcher Jasper Gruithuizen denkt dat het een zware wedstrijd wordt. Jong Ajax is natuurlijk een aparte ploeg, net zoals de andere drie jong teams. Er gelden rare regels voor, ze kunnen niet promoveren. In de interlandweekenden spelen ze tegen elkaar. Het is een beetje een Mickey Mouse competitie geworden, de eerste divisie daardoor. Maar de jong teams kunnen je ook helpen en tot nu toe hebben ze dat eigenlijk gedaan. Want Telstar heeft al 7 punten verloren tegen jong teams, weliswaar in 4 wedstrijden. Fortuna heeft 3 punten verloren tegen jong teams, NEC 2 punten tot nu toe. Dus uiteindelijk heeft NEC tot nu toe het voordeel. En als je kampioen wil worden, moet je ook gewoon van de jongteams verliezen. En ze kunnen tegen de concurrenten wel het verschil maken. Hoe wordt er door de spelers eigenlijk gekeken naar zo'n jong elftal? Nemen ze die wel serieus? Jawel, tuurlijk wel. We nemen iedereen serieus. En kijk, het zijn de beste talenten van Nederland. En iedereen wil zich daar graag mee meten. Dus ook onze spelers willen kijken van in hoeverre dat wij gewoon beter zijn als die jongens. Dus dat is zeker een uitdaging. Wie zit er bij NEC in de lappenmand? Oftewel, zijn er blessures? Ja, we hebben nog met Joshua natuurlijk, met zijn arm. Bualda met zijn knie. En Gola is twijfelachtig, dus dat zien we straks op de training. En de bijna vanzelfsprekende opstelling blijft nog even geheim. Nee, met name ook omdat Gola twijfelachtig is. En normaal gesproken zou je zeggen dat Frank daar in de plaats komt. Maar ja, we houden hem nog even voor ons. NEC Jong Ajax, vrijdagavond om 8 uur in de Goffert, onder leiding van scheidsrechter Richard Martens.